Nou, goeiemorgen en goeioen, Luc. Want we zijn nou een paar dagen onder slag als algemeen directeur bij Sportclub Heerenveen. Kist elke hier in Tusken? Ja, de meeste wel. Ja, er komen af en toe nog wat mensen binnen die er korter werken. Of de vrijwilligers zijn natuurlijk niet elke dag op het stadion. Vervullen een superbelangrijke taak daar. Maar dat is snel gegaan. Ja. Ja. Dan komt u in het hutfietsen. Ja. En dat ligt een beetje een trend te winnen. Hè? We hebben Robert Eenhoorn, die Glies, komt uit het honkbal. Mm-hmm. Die zit nu bij AZ. We hebben vanzelfs Toon Gerbrands, komt uit het volleybal, zit bij PSV. Is het een fardeal dat je net uit de voetballerij komt? Nou, dat weet ik niet. Dat kan je eigenlijk alleen maar achteraf constateren als ik iets heb kunnen veranderen. Iets kunnen verbeteren, dat Heerenveen weer gewoon in wat rustige vaarwater komt, zoals je al zei. En dat kan je alleen maar achteraf constateren of het een voordeel is geweest dat ik niet uit het voetbal kom. Maar wat kun je dan inbrengen vanuit een eftegroen, uit de hutfietserij, nou bij Heerenveen? Nou goed, het wielrennen, en dat zal je gemerkt hebben, de afgelopen 10 jaar heeft het een enorme cultuursverandering moeten ondergaan. Dat is met horten en stoten gebeurd. Het was hard nodig. Maar dat zorgde er wel voor dat al die wielerploegen eigenlijk met alles wat ze deden en hoe ze dingen inrichten, eigenlijk het papier hebben moeten omkeren en zeggen, als we het nu vandaag nieuw zouden doen. Wat is dan de ideale manier? Dus ik zie mijn taak ook gewoon om de goede vragen te stellen. Waarom doen we dit op deze manier? Waarom kunnen we het ook anders doen? Is er een betere manier? Want het is allemaal leuk en aardig dat er een nieuw iemand komt, maar alles wat goed is, moet je niet willen veranderen. Dat moet je vooral zo houden. Maar je moet je ogen niet sluiten dat er meer clubs nu zijn die hetzelfde, laten we zeggen, hetzelfde trucje. Het is geen trucje, het was een kwaliteit. Hè, van onder andere van Riemer en van Foppen. Jong talent halen, ze beter maken. Dat kunnen veel meer clubs. En dat kunnen ook veel meer clubs die veel meer geld hebben dan wij. Ja. Nou, even waarom het, dan neemt ze het naar mezelf, Riemer van der Velde. Noten we het toch goed, hè? Hij is ophouden in 2006, alweer het zien hier verliezen. Mm-hmm. En nou, in die tussentijd, in het zien hier, is er eigenlijk alleen nog maar bestuurlijke ellende geweest. Ja. Al die vakjongens hadden het net opreden. Van Koos Vormsma, onder Robert Veenstra, van Ime Kuper, onder Jelke van der Wiel. Mm-hmm. Ze zijn alweer sneuvelen. Ja, maar goed, kijk, al die mensen die zijn met de beste bedoelingen zijn ze aan die job begonnen. En door omstandigheden, en ik ken alle ins en outs niet, en ik hoef het eigenlijk ook niet zo zeer te weten, is het al die mannen niet gelukt. En er zijn was toch wel weten waarom zij sneuvelen binnen? Tuurlijk, maar niet tot in detail. Want volgens mij, het zijn ruzies die soms 6-7 jaar geleden gebeurd zijn. Vraag me af of iedereen nog weet waar de ruzie eigenlijk over ging. Wat ik belangrijker vind, is dat ik de organisatie veiligheid geef, hè, want die hebben wat voor de kiezer gehad. Dat ik hen de veiligheid geef om vanuit vertrouwen naar elkaar gewoon weer te bouwen aan de toekomst. En iedereen vindt er iets over in het voetbal. Dat is heel anders dan bij een wielerploeg. Een wielerploeg rijdt overal. En hier zit je op een stadion en de mensen komen naar dat stadion toe en de lijnen zijn kort. Dat is allemaal leuk en aardig, maar op een gegeven moment moeten we weer naar voren gaan kijken. Leren. He, uit het verleden, leren snappen waar het verkeerd is gegaan. Ja, want er liggen natuurlijk een paar hele belangrijke dossiers. Ja. Wat is nou die grootste uitdaging? Nou, de uitdaging is om al die bordjes op die stokjes op een goede manier in de lucht te houden. Want we moeten op een heleboel verschillende vlakken. Commercie is er een, bestuurlijke rust is er een. We hebben een hoofdsponsor nodig. Ja, Litwater is er aan, die haatsponsor. Is er al een concrete partij? Er zijn partijen waarmee we gesprekken voeren. Maar goed, we zijn niet in de situatie dat ze, en dat is geen enkele sportorganisatie, dat ze de deur komen binnenvliegen. Nu hebben we natuurlijk een verhaal met Univé gehad de afgelopen 15 jaar. En dat is lang, hè, voor een sponsorovereenkomst. Die komt Savisa net weer om als haatsponsor, Univé? Nee, Univé doet een stap terug en blijft aan ons verbonden. Maar die hebben natuurlijk ons meegeholpen in de eerste ontwikkeling, een heel stuk ontwikkeling in die 15 jaar. Nou, daar heeft Heerenveen en Univé hebben we beide goed van geprofiteerd. Het was een goede relatie. En nu hebben we dus de mogelijkheid om een bedrijf aan ons te binden, wat in de volgende ontwikkelingsfase weer met ons mee kan groeien. En maar daar zijn we naar. Kan het trouwens een Fries bedrijf worden? We hoeven onze ogen niet te sluiten. Er zijn natuurlijk bedragen mee gemoeid, sponsorbedragen, waar niet elk Fries bedrijf direct bij kan aansluiten. Kijk, nee, dus. Maar ik sluit het niet uit. Nee. Ik sluit het echt niet uit. We zijn interessant genoeg om ook
Friesland, maar daarbuiten ook, om een sponsor wat te bieden. Ja. Nog even kwart, want Foppen maakt het seizoen hoor. Ja, gelukkig maar wel. Dan moet er natuurlijk wel een nieuwe trainer komen. Klopt. Waar wordt dat? Ook al zou ik het weten. Ja, dan nog? Dan zou ik het je nog niet vertellen. Nee, dat wil ik op nee. Vaak zo in voetbal. Hè? Dus heel vaak dan is er nieuws, maar dat nieuws dat wordt nooit verteld. Iedereen weet het, maar niemand zegt wat. Dat vind ik iets aan, wat aan voetbal wel kleeft. Dat er niet genoeg openheid is, wat jou betreft. Ja. Dat iedereen weet al dat een trainer ergens naartoe gaat. Maar tot het moment daar is, zegt echt niemand zegt iets. Dat zou vaak goed, dingen onder tafel gehouden worden. Nou, tot nu toe is er nog niks wat we eventueel zouden... of wat zou kunnen lekken, laat het maar zo zeggen. Er zijn verkennende gesprekken natuurlijk. Heerenveen is een club die altijd met jonge spelers gewerkt heeft. Jonge spelers ook beter maken. En dat zorgt ook voor een goede vibe rond die club. Ja. Dus je moet ook iemand hebben die warmte die er heerst, de cultuur die er heerst en die rode draad weer wil oppakken, ja, die zich daar goed bij voelt. Want die functie willen jullie wel houden, dat jullie jong talent spotten en nou ja, zo zie je echt dat soort mensen die dan zeg maar verder brengen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. En bij daar is natuurlijk de bestuurlijke rest weer heel nog weer om. Nou, het is dat we daar op inzetten, toch? Daar moeten we zeker op inzetten. Okay. Daar moeten we zeker op inzetten en als dat gelukt is, dan ben ik hartstikke blij. Want dat is ook het teken dat ik van veel mensen dan het vertrouwen gewonnen heb. En dat is waar ze behoefte aan hebben. Ja, dank voor die verhaal, Luc Isaac.